Bedankt voor het wachten. De eerstvolgende Apple Advisor zal u zo spoedig mogelijk te woord staan. Ook gewoon die pitch shift. Dat is toch mooi? Het is alsof wij het gemaakt hebben. Ja. Oh. Hou niet gewoon goede muziek. Inderdaad, we moeten gewoon een hardcore call ding wachtmuziekje maken. Het zal alles altijd verbeteren. Wie heeft er bedacht dat muziek over een telefoonlijn een goed idee zou zijn? Wie kwam op dat idee? Ja, ik zal iets dichter bij je microfoon gaan zitten, oké? Okay? Ja, dat is beter. Ja, je wordt gewoon gedwongen, want als we het muten, dan horen we niet of we nou eindelijk iemand heeft opgenomen. Laat het nou eerlijk zijn. Zeker is het niet bij Apple. Ja, je bent niet te verstaan, Kimi, je moet het duidelijker articuleren. Afgelopen. Verder, er komt nu een tweede nummer. Ja, of het is gewoon een loop van hetzelfde nummer. Bedankt voor het wachten. De eerstvolgende Apple Advisor zal u zo spoedig mogelijk te woord staan. Anyway, those four can take you on. Is dit Justin Bieber of zo? Dat klinkt echt zo. Ja, het is just. Waarom doen ze mensen dit aan? Dit is onbrandvriendelijk. Ik wil spontaan mijn laptop uit het raam gooien. Ik wil stellen dat iemand wil bellen van hey, ik wil een Apple product kopen. Dat is het Justin Bieber en zegt nee, ik hoef geen Apple meer. Dat is hoe het gaat. Robert is juist om lastige mensen af te schudden. De eerstvolgende Apple F5 zo mogelijk te woord staan. Hou nou op. Bedankt voor het nou, nu kunnen we even kort praten. Zo meteen kan het niet meer. Mogelijk te woord staan. Zou het niet handig zijn als je bij reeptaal ook gewoon min kon doen? Dat je wat kon doen? Dat je min kon doen, dat je het ervan afsnijdt. In plaats van de bijna. Ik zwaai niet meer. Doe. Kilian? Ja? Nee! Ha! Ik heb je. Eindelijk, na al die jaren. Ga weg hier, fuck dit. Na al die jaren heb ik het eindelijk een keer voor hem kunnen doen.